Het meeste natuurgeweld kun je aanzien komen, maar bij aardbevingen is dat niet het geval. De meeste bevingen komen voor rond de Grote Oceaan en rond de Middellandse Zee, maar ook in Indonesië komen veel bevingen voor. Ze gaan vaak gepaard met zoveel kracht dat ze tot veel schade leiden, met name in stedelijke gebieden. Ik ben Alfred Leeman en ik heb een aardbeving meegemaakt in Indonesië. Het was in de nacht van 14 op 15 november 2019 en in één keer begon alles wat te trillen en het werd steeds heftiger en toen werd het gigantisch, het hele gebouw stond te schudden, de muren, alles bewoog zeg maar. Ja, je weet gewoon niet wat je overkomt. Een aardbeving ontstaat dus op een plek waar aardplaten tegen elkaar of langs elkaar heen schuiven en dat is eigenlijk een kracht die zich langzaam opbouwt. Die komt eigenlijk in één keer vrij en niet geleidelijk. Ondanks dat aardplaten toch nog maar 2 centimeter per jaar langs elkaar heen schuiven, kan er zo'n kracht ineens bij vrijkomen dat het ineens plotseling gaat en je dus een hele sterke aardbeving hebt. Maar het eerste wat je dacht is van uit het hotel, want het gebouw kan instorten. Dus wij met de lift naar beneden. Ja, de hele lobby van het hotel beneden zat vol. Buiten zaten allemaal mensen. Het hotel grenst aan een ziekenhuis. En daar was allemaal paniek met patiënten die met bedden alvast in de gang stonden. Ja, eigenlijk kun je geen kant op. En als er een tsunami komt, dan wordt het hele land overspoeld door een enorme schokgolf. Ja, dan mag je hopen dat je een boom kunt vinden of een lantaarnpaal waar je aan vast kunt houden. Aardbevingen komen niet alleen voor op het vasteland, maar ook onder zee, onder de oceanen. Daar heb je die aardplaten namelijk ook liggen, ondanks dat het onder water is. In principe zou je verwachten dat we daar als mens minder last van hebben, omdat het ver van het vasteland kan gebeuren. Maar als zo'n aardplaat iets beweegt, dan zorgt het ervoor dat het water iets omhoog komt. Ontstaat er een golf en naarmate die golf dichter bij land komt en de zee ondieper is, rolt die golf zich op en kunnen ze soms al 10 tot 20 meter hoog worden. En ja, dan kunnen ze een heel kustgebied onder water zetten in korte tijd. Je bent gewoon bang omdat je niet weet wat je te wachten staat, hè? Wat er op je afkomt. Ja, je bent toch wel wat paniekerig. Het gevaar zit dus vooral in het feit dat je huis kan instorten en dat je niet op tijd op de juiste plek staat en dus onder het puin komt. Daarnaast heb je ook vooral de schade, de impact erna. Er kunnen branden ontstaan, gaslekken, moeilijk bereikbare plekken kunnen ontstaan omdat wegen geblokkeerd zijn. En dat heeft vooral juist de grootste impact naar aardbeving en niet zozeer de aardbeving zelf. Ja, je voelt je ook heel, heel kwetsbaar. Hè? Dan blijkt toch dat de natuur sterker is dan jezelf. En je weet niet echt wat je te wachten staat. En als er echt een tsunami komt of een aardbeving en de grond scheurt onder je open en je valt in een gat of je wordt verzwolgen door golven uit de zee, ja, dan heb je gewoon als klein mensje heb je gewoon weinig te vertellen.